duizenden mensen bezoeken iedere keer de thuiswedstrijden van Roda JC. Toch is de club altijd op zoek naar manieren om nieuwe mensen en dus ook potentiële supporters naar het stadion te halen. Daarom is Roda nu begonnen met een nieuw project. Mijn Limburg, mijn Roda. Nou, wij organiseren nu inderdaad voor het eerst in de eerste etappe een nieuwe reeks. Mijn Limburg, mijn Roda. En het is een project wat eigenlijk erop gericht is om een afgebakend gebied in de provincie Limburg. Zuid-Limburg moet ik eigenlijk zeggen. Om daar eens een keer met Roda JC op een warme manier langs te komen. En wat we doen is, we organiseren een aantal projecten in een fase voorafgaand aan een thuiswedstrijd in een gemeente. Nou, in dit geval in Gulpen-Wittem. Dat betekent dat we een schooltour organiseren. We doen een project met de amateurvoetbalverenigingen. We doen ook een project met ouderen in het gebied. En op die manier eigenlijk laten zien wat Roda JC eigenlijk kan betekenen voor een gebied. De KNVB heeft samen met de BVO's in Nederland een onderzoek gedaan naar potentiële supporters. Daar kwam uit dat miljoenen mensen in het land te veel obstakels tegenkomen als ze een voetbalwedstrijd willen bezoeken. Het heeft te maken met een stukje complexiteit rondom de kaartverkoop. Van, ja, hoe kom ik nou precies aan een kaartje en wat die gedoe allemaal, laat maar zitten. Het tweede heeft te maken met een stukje gevoel van veiligheid. Van, ja, goed, er komen heel veel mensen natuurlijk bij elkaar in zo'n stadion. Ja, en is dat allemaal wel veilig en wat als er iets gebeurt? Nou, daar lopen een aantal lopen de mensen in principe tegenaan. En het is ook een kwestie van mindsetting. Hè. Je moet er aan denken, zeg maar, om dat het ook kan om een voetbalwedstrijd te bezoeken. Hè? Dus op het moment dat je wat vrije tijd hebt in het weekend en je denkt van, oh, wat zou ik eens gaan doen met de kinderen, dan kun je natuurlijk ook naar een voetbalwedstrijd gaan in plaats van naar de dierentuin of naar de bioscoop of naar een binnenspeeltuin. Nou, op het moment dat wij dat dan heel toegankelijk maken en zorgen dat mensen zich er bewust van zijn dat ze naar die wedstrijd kunnen gaan, ja, dan is men ook sneller geneigd om zo'n kaart te kopen. Jullie hebben voor dit project nu 10 gemeentes uitgekozen. Waarom hebben jullie specifiek die bepaalde gemeentes gekozen? Nou, we hebben daar een aantal criteria aan de grondslag liggen. Nou, uiteraard kijken we naar het verzorgingsgebied wat wij willen bedienen. Nou, daarom hebben we sowieso de Parkstad-gemeenten erbij genomen. Maar we hebben ook gekeken naar wat secundaire gebieden. Het Heuvelland, Gulpen-Wittem maakt dat deel uit. Maar we kijken ook naar de Westelijke Mijnstreek. Daar liggen voor ons ook voldoende potentie. Nou, en met name in die potentie willen we de mensen naar ons toe halen. Kijk, de mensen uit Kerkrade, daar gaan we overigens ook in. Maar die weten Roda JC over het algemeen goed te vinden, de mensen uit Heerlen ook, maar die mensen in de gebieden die iets verder van het stadion af liggen, die proberen we met name op die manier te interesseren en een kennis te laten maken met Roda JC. Want ja, misschien dat je dan om een stille zondag zegt of om een stille zaterdag, nou, laten we eens een keer naar Roda JC gaan.